Welkom bij de derde aflevering van Studentenhaven. We zijn hier vandaag bij Café de Bak. En ik heb hier mijn derde deelnemer bij me. Mark, kun je wat over jezelf uitleggen? Ja, ik ben Mark Haven, ik ben 20 jaar oud. En doe de opleiding Marketing en Communicatie. En ik ga vandaag een lekker gerechtje maken met een magnetron, een waterkoker en een grill. Nou, we zijn natuurlijk weer lekker bezig. We staan nu eindelijk in de keuken beland. Kun je mij even vertellen wat je eigenlijk precies gaat maken en hoe je het wil gaan maken? Nou, ik heb hier twee lekkere gemarineerde burgertjes. Die gaan op de grill. Vlugkokende macaroni, zodat we niet zo lang hoeven te wachten. Dus dat gaat gewoon in de waterkoker. En voor de rest heb ik hier een heerlijk potje met dopertjes en worteltjes. Lekker voor de vriendjes. En een lekker carbonara sausje. Kijk, tof. En hoe ben je op dit idee gekomen? Ja, ik liep door de winkel heen en ik moest iets bedenken. En uiteindelijk kwam ik hierbij uit. Okay. Dus het is niet echt ergens vandaan gekomen, het is gewoon gebeurd om het zo maar te noemen. En heb je al een beetje ervaring ook om met deze drie apparaten te koken en te doen? Ja, ik ben zelf wel redelijk creatief. Ik heb wel eens een keer een eigen bakken of zo in een magnetron en zulke dingetjes. Dus je bent wel bekend zeg maar, met studentenhapje aan het einde inderdaad, van de inderdaad, via studentenleven dan moet je toch wel wat geleerd hebben. Tom, word je ondertussen redelijk ervaring in. Ja. Nou, ik wens succes. Ja, dankjewel. Macaroni met hamburgers en groenten. En natuurlijk gaat die macaroni weer hupsakee in de waterkoker. Die kunnen we dus ook weer afschrijven. Plakband? Oh, dan springt de schakelaar niet terug. Ik voel een gevalletje kortsluiting aankomen. Als een volleerd Herman de Blijker gaat Mark aan de slag. De burgers gaan op de grill en de groente en de carbonara saus ping in de magnetron. Hamburgers, hoe lang bak je dit? Een minuutje of vijf, vier, vijf, zoiets. Ja. Totdat ze gaar zijn. Ik hou het nooit bij eigenlijk de tijd. Zie wel wanneer die lekker is. En het waterkoker moet even open, want anders stroomt het water eruit. Ja. Zo handig. Dan kook ik het over. Oké, succes nog even. Dankjewel. Mark heeft er vertrouwen in zo te horen. Toch bespeur ik bij de jury enige twijfel. En weer dat vlees draaien op het dubbeldeks grill. Waarom makkelijk doen als het moeilijk kan, toch? Roy, stel jij nog eens even een zinnige vraag aan de chef. Gaat alles nog een beetje volgens schema? Ja, zoals het nu maar uit wil. Ja. Hoe laat denk je ongeveer dat je het kan serveren? Het is nu 4:30. Vijf over half vijf. Vijf uurtje nog? Ja, maximaal. Ja. Nou ja, goed. En die carbonara en... Die ga je tegelijk erin zetten in de magnetron? Nee, niet tegelijk. Ja, naast elkaar. Ik weet niet of het kan of niet, maar... Nou ja, goed, we zullen het zien. Ja. Oké. En heb je het zoiets wel eens een keer... Ik had begrepen dat je een vriendin had. Heb je het ook al zo met je vriendin gedaan? Dat je op zo'n manier moest koken? Nee, dat niet. Toch liever thuis op school. Ja, of de kookplaten, dat is natuurlijk nog altijd wel het makkelijkst. Ja. Dus, Oké. Okay. Nou, ik vind het in elk geval heel creatief, dat moet je nageven. Ja, dankjewel. Dat was de bedoeling ook, dacht ik. Dus, Weet je trouwens wat je kan winnen als je het programma wint? Nee. Nee? Nou ja, we hebben hier drie hele mooie apparaten staan. En als je één van deze drie moest kiezen die je mee naar huis zou nemen, welke zal het dan zijn? De grill. De grill. Ja. Oh ja, de grill. Ja, niemand wil die waterkoker nog hebben natuurlijk. Oh, dat kan ik wel gebruiken. Ik kan gewoon altijd mijn hamburgers bakken op de grill. Stel hem niet. Ja, toch? Ja, succes nog even. Ja, dank je. Intussen kookt het water lekker. Over. En zit de macaroni muurvast in de waterkoker. Nou, het komt er niet meer uit. Mark is bijna klaar met zijn maaltijd. Nou, dat ziet er helemaal niet zo slecht uit, Mark. Nou Mark, ik zie dat je bent begonnen met het opmaken van het brood. Ja, dat klopt. De saus eroverheen.
eruit gaan zien zoals je wou dat het eruit zou zien? Ja, zeker. Het is goed gelukt. Ja, mooi. Dus je bent tevreden erover? Ja. Nou, zullen we eens kijken wat de heren jury daarvan zeggen? Dat graag. Het is wel een complete maaltijd, Mark. Twee dingen hamburgers. Ja, ik... Je bent een goede vleeseter. Goeie eter, inderdaad. Ja, goede vleeseter. Wat ben je nou kwijt geweest voor dit gerecht? €4,60. €4,60. Dan heb ik nog niet eens alles gebruikt. Dus zouden we eventueel met z'n twee van kunnen eten? Ja, ja, ja. Inderdaad, ik heb nog een half pak macaroni, dus... Ja. En je hebt ook gewoon gekozen voor de dop eten uit pot, omdat het gemakkelijk is voor je? Of? Ja, ik denk dat het makkelijker op te warmen in de magnetron. Ja. 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 Is vers niet goedkoper? Het is wel goedkoper, alleen is het dan lastiger als je dan... bijvoorbeeld nu heb ik macaroni dan. En als je dan dus twee dingen tegelijk moet koken, je hebt maar één waterkoker, dan gaat het lastig. Ja, ja, hoe zou je thuis doen dan? Met een kookplaat? Gewoon in twee verschillende pannetjes inderdaad wel vers. Ik zou het gewoon laten doen. Hij is gaar, de burger. Gelukkig maar, dat scheelt weer een salmonella vergiftiging. En dan nu de uitslag. We hebben bij jou genoten van jouw rust. En je hebt heel veel ervaring in deze keuken. Ja. Voor mij ben je al even student. Ja, klopt. Ja. Ja. Je weet precies hoe en wat je kunt doen met dat weinige geld dat je had. Klopt. Ja. Complimenten. Dank je wel. Jouw timing was prima. Jouw inkoop was prima. Ja. We hadden wel een tip. Ja, dat was de hygiëne. Dat je wel... Dat je op een gegeven moment pak je het vlees en de tang leg je weer terug op het plankje waar je ook gerecht op bereidt. Daar moet je om denken. En wat betreft veiligheid, geniaal hoe je het doet met het tapeje. Ja. Maar waterkoken naast de stekkerdoos, dat is wel, als je zo begint te spatten, ja, misschien handig om een openbare plek te pakken dan. Ja. Voor thuis. Precies, denk daar een beetje om. Ja, want je moet geen kortsluiting krijgen. Nee. Nou, dan komen we met jou, als we alles optellen, Mark, dan komen we op een totaal van 42 punten tot nu toe. 42 punten, dat is net weer wat hoger dan Edson. En daarmee voert Mark de top 3 aan. Dames en heren, dank u wel voor het kijken. Dit is alweer de 3e aflevering van Studentenhaven. Ik heb ervan genoten, ik hoop u ook. En tot de volgende keer.